Vast is een boek dat eigenlijk afwijkt van wat ik ooit eerder geprobeerd heb. Het is een boek dat het lijkt veel minder over mij te gaan dan die voorgaande boeken, die toch erg beïnvloed waren, ten dele door John Updike bijvoorbeeld, en die wel degelijk gingen over wat ik ook zelf had meegemaakt. Dit heb ik niet zelf meegemaakt. Ik heb ook nooit in een inrichting voor jongeren gezeten. En ik ben gewoon gefascineerd geraakt door het probleem. Het probleem van een vraag van, wat zijn er nou eigenlijk voor jongens? Waar je voortdurend over leest en enorme drukte en dit en dat. En moeten ze onmiddellijk allemaal opsluiten enzovoort. Want even voor alle duidelijkheid, je hebt je verhaal gesitueerd in een jeugdgevangenis, noem ik dat in gewoon. Een jeugdgevangenis, ja precies, ja klopt. Ja. Het speelt zich helemaal af binnen die gevangenis. En je beschrijft het dagelijks leven binnen een groep in die gevangenis. Ja, vanuit één persoon. We kijken door de ogen van Een criminele jongere die dan die observeert, die in het algemeen een beetje slimmer is dan de rest, een iets ander opleidingsniveau heeft en die dus commentaar erover nadenkt, dingen opmerkt en dat is de persoon van die uit alles wordt gezien. En de bedoeling is ook dat je als lezer opgesloten raakt in het hoofd van de jongen. En dat je dat claustrofobische gevoel krijgt omdat je in de jongen zit en omdat je in de gevangenis zit. Beide punten. En daar, ik wil echt onder de huid van iemand gaan. Hè? Dat je echt daarin kruipt en echt voelt, zo is het. Zo is het als je nou als je daar wordt opgesloten en daar dag in dag uit moet rondlopen en jezelf moet handhaven, wat niet makkelijk is in dat milieu. En daar ging het om. Bij het opstaan breekt meteen de pleuris uit op de afdeling. Hamid grijpt het hoogste woord. Hij is betrapt door de nachtdienst. Roken, dus dubbel fout, want roken op de kamer plus wiet. Hele kamer stinkt naar wiet, heeft de bewaking geconstateerd. Maar dat is toch geen bewijs? Hun ruiken de putlucht van hun eigen bek die naar bedorven varkensvlees stinkt, klerenleiers. Bovendien, gisteravond zijn haar gewassen met de shampoo die hij van zijn zus heeft gekregen. Camille of zoiets. Dat blijft hangen, begrijp je? En waar komt jouw fascinatie vandaan? Ja, daar zijn natuurlijk altijd, je kan daar verschillende redenen voor geven, maar ik denk dat het ermee te maken heeft door een heel simpel sociologisch feit. Ik ben opgegroeid in de jaren 50. In een heel gereformeerd dorp, Veenendaal, ik noem het een dorp, met een zeer dorpse mentaliteit. En dan had je dus de scholen daar, waren allemaal scholen met den Bijbel. Er was nog een katholieke school, die was over de gemeentegrens, niet toevallig. En er was één heel kleine openbare school. En zoals dat toen heette, onverdeeld naar de openbare school. Dat was ook wel een beetje zo. Onverdeeld? Onverdeeld, ja. Naar de openbare school. Wat is onverdeeld? Nou, kijk, dat er dus geen dat je niet bent ingedeeld naar geloof. Want als je gelovig was, ging je natuurlijk naar school met de Bijbel. Vanwege de verzuiling? Ja, van die er natuurlijk toen nog optimaal aanwezig was. Maar die school, daar had je dus kinderen van ouders die een beetje meer liberaal dachten. En je had kinderen die wat toen heette asociale milieus kwamen. Dat ging eigenlijk heel mooi door elkaar. Hè. Je wist dat wel van elkaar, maar aan de andere kant, op dat punt, op het punt van geld of stand of wat dan ook, was er geen conflict. Tenminste, niet onder de jongeren, niet onder de ouders misschien wel, maar niet onder die jongens. En zo kwam ik dus in de bank te zitten naast een jongen, wiens vader, dat zei men, dief was. En dat vond ik geweldig interessant. Een vader die dief was. En ik wist het ook zo ver te krijgen dat die jongen, dat hij me meenam naar huis. En ik was dus hoopte dat ik dan ook echt met die dief geconfronteerd zou worden. Maar ja, ik kwam daar geen dief te zien. Hè? En ik dacht later, ja, die werkt natuurlijk 's nachts. Dus die zie je niet. Het was in alles anders, want wij waren echt, het was een beetje een redelijk goed burgerlijk milieu. Dus met een tafelkleed met franjes en dat soort dingen, hè, echt dat soort werk en een dekenkist in de gang. En daar, je kwam daar binnen en je stond meteen in de huiskamer. En daar lag de moeder van die jongen, die moeder die lag daar zo achterover op een divan. En die zag daar dit jongetje waarmee ik in de klas zat. Dacht hij aankomen en die jongen waar ik naast zat,
die was nogal zenuwachtig. Het is volstrekt duidelijk dat het een ADHD-geval was, van, met de ogen van nu echt helemaal een klassiek geval. Dus die jongen die bewoog steeds heen en weer, die moeder die haalt hem zeker met haar, paf, twee klappen om zijn oren. Twee flinke meppen kreeg die jongen in het gezicht. En die jongen, ja, ik doe niks. Nou ja, je bent altijd zo zenuwachtig. Hè? En dat was natuurlijk toch ook heel vreemd, want kijk, slaan, een kind slaan binnen de pedagogiek van toen, dokter Spock enzovoort, was echt, mijn ouders zouden eerder hun handen laten afhakken dan dat ze mij een klap zouden geven. En dus dat was echt heel exotisch en heel merkwaardig. En nou ja, en dat, ik maakte met die jonge kennis en met die omgeving daar. En ik vond dat heel boeiend en fascinerend en anders. En ik heb later vaak gedacht, wat is er nou van zo'n jongen geworden? Hè? Want hij op een zeker moment ging hij, geloof ik, ook van school af. Dat weet ik niet precies meer hoe dat ging. Of hij bleef zitten, dat kan ook. Heeft hij in je herinnering nog een naam? Ja, het probleem is, ik heb wel eens gedacht, ik moet hem traceren. Maar die naam, dat is heel ongelukkig, hij heette Nico Jansen. En dat is zelfs in de plaats van Veenendaal, denk ik, toch wel vrij lastig om zo iemand terug te vinden. En, maar misschien is er een Veense journalist die met mij op zoektocht wil gaan. Graag. En wat komt er nou van zo'n jongen terecht? En wat je nu dus leest, al die verhalen over de problemen met de jeugd, hè, is dat nou zo wezenlijk anders? Hè? Het is toch ook een soort baldadigheid en ook opvallen en aandacht en dat soort dingen. Wat is het nou precies? Ik zie het zelf zie ik dat als de kern, hè, de kiem van wat het boek geworden is. Hamid is de leider, dat zie je zo. Hij draagt als enige van de mokro's zijn haar niet als een matje boven op zijn kop. Zijkanten kaalgeschoren, bij hem staat het recht overeind, de kuif van het haantje. Hij wil zijn advocaat bellen, nu meteen. Iedereen heeft recht op de rechten van de mens, waarin staat dat iedereen onschuldig blijft zolang de schuld niet bewezen is. Wettig en overtuigend bewezen, hij heeft het de rechter zelf horen zeggen. Zo is de wet en daarom eis ik een eerlijke behandeling. Nu. Wat heb je gedaan om het boek te kunnen schrijven? Ja, ik heb heel lang gezocht naar een vorm. Hè? De eerste versie daarvan, dat die is 10 jaar geleden geschreven. Of zelfs, als ik het goed tel, 12 jaar geleden geschreven. En dat ging het over een oudere psycholoog. Over een jonge psycholoog die ging werken bij zo'n jeugdinrichting. En die te maken kreeg met een oude rot die daar ook zat. Een gymnastiekleraar. Die jonge psycholoog die is eerst ontzettend bezeten en zo idealistisch en de maatschappij veranderen, slachtoffers van de maatschappij enzovoort enzovoort. En dan, daarna wordt hij uiterst cynisch en uiteindelijk vindt hij een soort evenwicht. En dat vond ik eerlijk gezegd een beetje braaf. En wat mij ook stoorde aan het boek, toen ik het later overlas... Braaf was... De tegenstelling zo, hè, van die ontwikkeling, ja, het is... Maar wat mij vooral erg stoorde, dat was het feit dat die jongens niet in zicht kwamen. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk over die jongens schrijven, want dat drong zich op. Ik was eigenlijk helemaal niet meer geïnteresseerd in die psycholoog en helemaal niet aan die oude cynische man. Maar dus ja, en het was ook meer een driehoeksverhouding, werd het ook met een vrouw erbij. En daar ging ik, dat was niet mijn bedoeling. Ik wilde een andere kant op. En ik dacht, ik moet die jongens erin hebben. Maar wil ik die echt een beetje acceptabel beschrijven, dan moet ik natuurlijk toch ook daarnaartoe. Hè? En toen ben ik, ik had in mijn omgeving een aantal mensen die intensief met de zorg bezig zijn. En ik vroeg, kennen jullie niet iemand die een tijd lang gewerkt heeft bij zo'n jeugdinrichting? Nou ja, dat kenden ze wel. En toen heb ik een psycholoog leren kennen. En die heeft mij een keer een hele middag zitten uitleggen van hoe dat nou was. En toen zei ze op het eind van, luister eens eventjes, je wil er een boek over schrijven. Ja, zie ik. Nou, dan kunnen we praten zolang we willen. Dat is ook niet onnuttig, denk ik. Maar je moet dan ook gewoon meedraaien. Hè? Naar zo'n inrichting daarbij zijn en dan gewoon van begin tot het eind een hele dag. Hè, tot ze gaan slapen moet je erbij zitten. En dan snap je het pas. En dan snap je ook... Hoe het eigenlijk precies is en ook de spanning als je dus bij zo'n groep binnenkomt. Hè? En hoe je daar de dynamiek tussen de mensen. Nou, die enorme spanning en ook dat als je eruit komt, dat je dan steeds weer het gevoel hebt, het is voorbij. En ik dacht, ze heeft gelijk. Interessant was ook, dat vond ik ook echt heel fascinerend.
dat zij zelf had in een inrichting gezeten die als gewerkt als psychologe die op dat moment was opgeheven omdat het een totale puinhoop was. Dat is de nieuwe Lloyd, geloof ik. Zij zat nu in een instituut, een wetenschappelijk instituut. En zij vertelde mij daarover en gaandeweg zag ik dat hoe zij ervan genoot om ervan te vertellen. Die verhalen die leuk vond. En toen vroeg ik op het einde, luister eens, je praat nu de hele tijd over jouw werk daar. En je zit hier in zo'n wetenschappelijk instituut, dan zou je die jongens nog wel eens ontmoeten. Maar mis je nou niet het daar werken? En toen zei ze, elke dag. En ik vond dat geweldig, want als je mensen uit die zorgsector spreekt, dan zie je een paradox. Bijna bij iedereen, dat ze aan de ene kant, als je zo in het algemeen praten, dan zijn ze rechtser dan de meest rechtse krant in Nederland. Lijkt het. Praten ze door, dan zie je dat ze een enorme betrokkenheid hebben. En zij zei ook van, als ik nou denk aan die jongens, er was één klootzak bij. Ik heb er 100 gezien, er was één klootzak bij. Nou, dat is een heel laag percentage, vind ik. En dat vond ik ook fascinerend. Ik bedoel, dat die mensen die daar werken, dat die ook zo een merkwaardige dubbelheid hebben. En dat vind ik voor een boek heel belangrijk. Dubbelzinnigheid, ambiguïteit, dat is echt, vind ik, ook het bloed van een boek, van een roman. Het laag wordt overstemd door de stampmuziek en de ruzie die daarbij hoort. T-Pain of Rammstein, muziek die klinkt of hij in holle gewelven diep onder de grond is opgenomen. Rammstein wint, Kevin de voetbalvechter, agent van paard getrokken en gesloopt. Het paard stond er stom bij te kijken en hinnikte. Krijgt dus een stevige duw van de Kaapverdiaan die meer van een swingend ritme houdt. Hé, hey, piemel, rot op jij. De oudere groepsleider Kees komt ertussen. Zijn jullie helemaal van de pot getrokken? En hij beslist, ruzie om die kankermuziek van jullie betekent helemaal geen muziek. Iemand moet hier de wijste zijn. De Kaapverdiaan kan zich niet inhouden en geeft het stervende televisietoestel een trap na. En jij meteen weer naar boven. Time out tot je afgekoeld bent. Kaapverdiaan protesteert dat hij moet eten, dokter zelf gezegd. Ook hij kent zijn regels en rechten, anders ga ik in honger staken. Kees keert zich walgend af, gebaart naar de andere groepsleider, Nelson, dat hij dat ettertje maar naar zijn kamer moet brengen. Een strak begin van de dag. En ben je daadwerkelijk op een afdeling gaan zitten? Ja. Of in een groep? Ja. Ja. Ik heb toen contact gekregen met iemand en toen ben ik naar Lelystad gegaan en daar is een grote jeugdgevangenis. En daar heb ik, daar kwam ik binnen om 1:30. En toen zeiden ze, wat wil je je voorstellen? Toen zei ik, ja, laat ik me even voorstellen. Ik zat in de trein en toen dacht ik, god, je bent eigenlijk volkomen onvoorbereid. Wat zeg je nou bij het begin? Misschien loop je daar tot 11:00 vanavond met je ziel onder je arm. Heeft geen hond met je gepraat omdat ze denken van het is een spion of wat dan ook. Of rechercheur die je binnendringt. En dat merkwaardige, het was volkomen het tegenovergestelde. Want, er gebeurde eigenlijk iets. Ja, zeker. Ik bedoel, het is vreselijk daar. De jongens die zijn, dat staat ook in het boek en dat is waar, zijn in de eerste plaats veroordeeld tot verveling. Ja, dat is echt vreselijk. En dat heeft er ook mee te maken dat dingen die eigenlijk moeten gebeuren, zoals onderwijs en zo, en ook sport, en dat kan ten dele niet gerealiseerd worden, omdat er zo vreselijk veel verloop is onder het personeel. Het is namelijk niet makkelijk om daar een groepsleider te zijn. Mag ik één stap terug? Ja, wat was de vraag waar je mee vertrok toen je dat bezoek ging afleggen? Nou, dat was mijn onvoorbereidheid. Die had ik eigenlijk helemaal niet. Okay. Ja, ik dacht van, ik moet ze niet meteen op het lijf springen. Dat heb ik ook later gehoord. Je moet niet al te directe vragen stellen, want dat vinden dan kruipers in de schuld. Maar ik probeer gewoon, wat dacht ik, over Ajax praten of iets dergelijks, hè? Zoiets. En toen kwam ik daar en zei ik, zal ik me dan maar voorstellen, want dan weten ze wie het is. En ik stelde mij voor als, ik ben in mijn vorige leven, heb ik gedoseerd aan de universiteit, over romans, over boeken. En dat legde ik zo'n beetje uit en dat begrepen ze. En toen stak iemand zijn hand op en die zei, ook over gedichten. En toen zei ik, ja, ook over gedichten. En toen zei hij, dat is het. Toen zei ik, waarom vraag je dat zo? En ik schrijf gedichten. En toen had ik dus binnen een 30 minuten van 4 mensen een pak gedichten in handen. En die gedichten, die waren hartverscheurend. Hè? Want die lazen ze kennelijk, die gaven ze niet te lezen aan de psycholoog of wat dan ook. Want dat was te persoonlijk. Maar daar zag je echt de hele ziel
uitgerekt daar voor je in zijn wanhoop. Ik hoop dat ik beter word, dat ik geen misdaden meer, dat ik niet meer een misdadiger ben. Want dan houdt mijn moeder weer van me. Dat soort dingen. Die verhouding met die moeder die is zo ontzettend cruciaal. Bij al die jongens. De grootste bek, nou, gaat allemaal over de moeder. Als de moeder ze maar weer aardig vindt en lief vindt enzovoort enzovoort. Dat las je. En ook het vreselijke om daar opgesloten te zitten. En dus altijd onvrij te zijn. En ook de twijfel of het opgesloten zijn. Of dat op enigszins bijdraagt tot dat je een beter mens wordt. Of God weet wat. Hè? De schuldproblematiek van, ik heb iets verkeerd gedaan. Hè? Ik heb slechte dingen gedaan. Maar moet ik dan al jaren hier vastzitten? Enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen. Alles stond erin. Alles. En ik was daar echt werkelijk door kapot van. Echt. Ik heb die pakken nog. Ik zit er nog wel eens in te lezen. Er is ook met die geweldige rare hanenpoten geschreven. Door sommigen. En ook met wild taalgebruik. En ook rapachtig soms. En dat soort. Maar het was pure emotie. En één jongen die zei ook, die verwoordde dat. En dat is eigenlijk ook een beetje de kernfiguur geweest die mij geïnspireerd heeft tot Ronnie, de hoofdpersoon. Die jongen die ook HAVO-niveau heeft gehad. Die zei, ik schrijf gedichten, want dan word ik rustig. Soms dan word ik opeens ontzettend kwaad. Dan vraag ik of ik naar mijn kamer mag en dan ga ik gedichten schrijven en dan gaat het weg. Dat was toen de eerste keer. En toen ben ik er nog een paar keer geweest. Oh, je bent verschillende keer geweest? Ja, ook bij andere inrichtingen geweest. Maar niet op dezelfde plek? Een paar keer in Lelystad en een paar keer in Eefde. En ik ben toen ook nog met een groep meegegaan. Die had een soort winterkamp. En dat was een skivakantie in Zuid-Duitsland. En dan zit je dus dag en nacht zit je tussen die jongens. En daar heb ik het meeste van geleerd. Heb je maatschappelijke conclusies getrokken uit het leerproces van jouw aanwezigheid? Het is natuurlijk een leerproces. En wat ik vooral geleerd heb, dat is dat het zo'n ongelooflijk gecompliceerde problematiek is. En dat er dus geen eenvoudig en simpel antwoord voor is. Dus dat hele idee, dat kan je op verschillende niveaus illustreren. Maar dat hele idee van sluit ze nou maar op, dan komt het wel goed. Dat is helemaal verkeerd. Want er is, dat is verkeerd? Ja. We moeten ze niet opsluiten. Nou, kijk, het punt is, ik had ergens gelezen in een boek over deze problematiek. Van Bibi Tak was dat, geloof ik. Dat ging ook over criminele jongeren. Non-fictie was dat. En die schreef dat zij met een rechter gepraat had. En het viel haar op dat die rechter expliciet zei, behouden ze zo lang mogelijk uit de gevangenis. Is toch een merkwaardige uitspraak, zou je denken. Vreemd, hè? De hele maatschappij schreeuwt erom. De rechter zegt, nee, niet. Later, toen heb ik toestemming gevraagd om zo'n jeugdzitting bij te wonen. Dat mag je, die zijn niet openbaar in principe. En toen zag ik dat volkomen klopte. Er was iemand die wel degelijk iets gedaan had, dat was ook niet gering. En die rechter probeerde alles om die jongen niet 24 uur vast te zetten. Vanuit het idee dat je in de gevangenis eerder slechter dan beter wordt? Uiteindelijk kreeg die jongen nachtdetentie. Dat betekent dus dat hij overdag gewoon op straat mag lopen. Alleen s'nachts moest hij in een gevangenis zitten. Ja, maar vanuit het idee als je nou in zo'n groep bent, een aantal uren, dan merk je dat de situatie daar is gewoon die van de straat, het recht van de sterkste. Dat is gewoon zo. De sterkste heeft daar de macht. Dus je brengt... Zoals ook in de straat waar ze vandaan komen. Ja, je brengt mensen dus die je dus wil veranderen, breng je in een situatie waarin ze nog meer op elkaar geklemd zijn en waar dat recht van de sterkste dus overheerst. En dan heb je dus twee doelen. De behandeling en een opleiding. En niet straf? Geen genoegdoening, zeg maar, waar de... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk impliciet, hè? Dat is dat ze vastzitten natuurlijk. Okay. Dat wordt in kringen van mensen die nadenken over recht en onrecht wel als een heel belangrijk element. Maatschappelijke genoegdoening. Ja, maar dat is zo, maar daar hebben zij verder, daar denken ze niet veel over na. Het is allemaal natuurlijk, ze redeneren dat vanuit zichzelf. Ja, en dan kijk, het feit dat ze een opleiding krijgen is uitstekend, voortreffelijk. En ik denk dat die inrichtingen ook moeten blijven.
hè, om die mogelijkheden te verschaffen. Er waren aanzienlijk wat jongens daar die een opleiding tot fitnessinstructeur hadden gevolgd. Nou, als ze eruit komen, kunnen ze in ieder geval ergens solliciteren. En fitnessclubs die zijn er ongelooflijk veel. Elke dag komen er wel 3 in Amsterdam bij, geloof ik. En dus dat is een mogelijkheid. Maar aan de andere kant, ja, ze hebben per week hoogstens 3, op zijn hoogst 2-3 uur een contact met een psycholoog. Maar ze zitten de godganse dag in die jungle, waar ze zich moeten handhaven op een manier, op hun manier. En niet op een keurige manier. En dan kunnen ze wel leren dat je eerst tot 10 moet tellen voordat je een klap geeft. Maar ja, als iemand jou een klap geeft, dan ga je ook niet even tellen. Dus dat is wringt, daar wringt iets. Het wringt of het heeft geen zin? Ja, voor sommigen misschien. Voor sommigen misschien. En daar speelt ook een rol bij dat je natuurlijk ook van persoon tot persoon en van groep tot groep moet bekijken. Kijk, de maatschappij mekkert het meeste over de Marokkanen. He, dat is toch zo? Niet terecht? Gebruik je het woord mekkeren met opzet? Ja, ik gebruik het met opzet omdat de Marokkanen, daar heb je dat in ieder geval die komen uit, in principe niet uit een crimineel milieu in het algemeen. Het kan, maar het hoeft niet. Maar het probleem daar is natuurlijk dat die Marokkanen, dat is dat beroemde boek Onzichtbare Ouders, hè, dat die ouders geen contact hebben met de school. Hè, en dat die corrigerende invloed die bijvoorbeeld wel bestaat onder de Turken, die hebben de Marokkanen niet. Dus die kinderen die zijn los, die komen dan in een groep van jongens. En nou, hoe moeten jongens zich in de puberteit, want vergeet dat nooit, het zijn pubers, hè? Dus op zichzelf al totaal ongeremde projectielen, zoals wij dat allemaal geweest zijn. Ja, en die moeten zich dan bewijzen tegenover elkaar. En als gezegd wordt, jij moet maar eens iets stelen. En dan hoor je er ook bij. Ja, dan zullen ze dat doen. Ja? Dus dat is die... Maar is jouw gevoel dat de samenleving daar niet over mag mekkeren? Wacht even. Het punt is, natuurlijk mag de maatschappij daar kwaad over zijn. Het feit dat je 's avonds op bepaalde routes van de spoorwegen, dat je daar s'avonds eigenlijk niet veilig kan zitten zonder dat je wordt lastiggevallen. Bepaalde wijken waar je s'avonds niet in kunt. Zeker, dat is zo, dat is allemaal waar. Hè? En natuurlijk moet daar iets gebeuren. Maar in principe zijn dat niet de criminelen die crimineel blijven. Ik bedoel daarmee, kijk, de meeste van die jongens, en dat is gewoon statistisch bewezen, hè, op hun 22e dan komt er een nicht uit Marokko. Ja, nicht mag er niet meer zijn tegenwoordig, net. Hoorde ik gisteravond. Maar ik kom uit Marokko en dan trouwens is het voorbij. En de jongens zijn over het algemeen, en dat bleek ook nog ondanks uit een krantartikel, heel goed geïntegreerd in de zin dat ze zich voortreffelijk in het Nederlands uit kunnen drukken. En dus, kijk daar, terwijl er zijn andere groepen, met name Antillianen, waar het heel lang doorgaat. Zeker tot voorbij een 35e, 45e. In principe is dat een veel gevaarlijker groep. Dus natuurlijk moet je er tegen ingaan, maar het is toch eigenlijk binnen die gevallen die je dan ziet in zo'n inrichting, zijn het eigenlijk vaak de lichtere gevallen. En dat... Oké, maar we moeten het misschien inderdaad niet toespitsen op ja. Bepaalde groepen. Maar meer in het algemeen. Hè, mm-hmm. Vind je het merkwaardig dat de samenleving zich verzet tegen het feit dat er groepen zijn die gevoelens van onveiligheid mobiliseren? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Absoluut niet. Nee, natuurlijk. Die hebben alle rechten om van spreken, uiteraard. He, maar als dat ertoe leidt om te zeggen van je moet ze zoveel mogelijk opsluiten, dan is dat niet een goede methode. Die methode, daar is onderzoek over gedaan. Niet door mij, want ik ben geen deskundige natuurlijk, maar door in de criminologie. En het is een bekend feit dat als jij iemand vastzet, en dat is ook wat die rechters weten, zet je iemand vast, dan betekent het dat hij ook meteen een crimineel geworden is. Dan stigmatiseer je. Het is heel interessant, er is een uitvoerig onderzoek geweest van het ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat die jongens, met name die Marokkaanse jongens, dat die vooral zo, dat die het rustigst zijn als ze nog niet veroordeeld zijn, die periode daartussen. Dat is een soort niemandsland. He, waardoor ze dus geen houvast hebben. Maar als eenmaal gezegd wordt, jij bent een crimineel, jij bent opgesloten, ja, dan ben ik een crimineel. He? En dat is het gevaar ervan. En daarom is die kreet van allemaal zo snel mogelijk opsluiten, uiteindelijk contraproductief. Dat bedoel ik.
En kijk, er zijn andere methoden. Je hebt de ambulante zorg. Hè? Je hebt de nachtdetentie. Je hebt die bandjes om de enkel. Hè? Dat soort zaken. Dat kan je allemaal toepassen, natuurlijk. Dat moet je ook doen. En als iemand dan voortdurend toch nog doorgaat, ja, dan zet je hem vast natuurlijk. Ik heb jouw boek opgevat als een statement over onmacht. Ja. Van het opsluitende en corrigerende apparaat. Klopt dat? Het is een statement. Nou, het is eigenlijk een existentiële statement. Dat er bepaalde problemen zijn die eenvoudigweg, waar je alleen maar de minst slechte oplossing kan kiezen. He? Zoals dat de kwestie van het opsluiten, zou ik zeggen, de minst slechte is zo lang mogelijk wachten, omdat uiteindelijk het rendement het grootste zal zijn. Dat zou mijn redenering zijn. En het is natuurlijk, als je het heel wijd gaat bekijken, is het ook een echt een heel lastig probleem, omdat die hele psychologische opvang, he, dat kan in bepaalde opzichten effectief zijn misschien, maar als je je een beetje verdiept in ontwikkelingspsychologie, en dat heb ik gedaan en dan op dat gebied, dan zie je dat mensen zeggen van ja, na een bepaalde leeftijd is het geweten is af. He, daar kan weinig meer aan gesleuteld worden. En de grens die dan gesteld wordt, de verste grens, is 8 jaar. Wat bedoel je met de verste grens? Dat de mensen zeggen dat het geweten al heel vroeg wordt. Freudianen zullen het heel vroeg stellen. Hè, dus in de eerste levensjaar echt anders aan 5 jaar. Maar 8 jaar is dan het verste. Nou, dan heb je toch een merkwaardig probleem. Want die jeugdinrichtingen, hè, daar worden mensen opgesloten na hun 12e. Hè, dan is het natuurlijk voor een belangrijk deel gebeurd. En dat is gewoon een sociologisch, antropologisch probleem waarmee je zit. En ik kan dat ook niet oplossen. Hè? Maar dan stuit je toch bepaalde grenzen. En je ziet ook dat in het algemeen in publicaties mensen er een beetje langs lopen. Hè? Maar als je dat werkelijk gelooft, 8 jaar is de grens. Ja, wat moet je dan? Maar zeg je daar eigenlijk mee dat het een groep is die we moeten opgeven? Nee. Dat moeten accepteren? Nou ja, dat kan niet. Want kijk, ze hebben daar ook niet voor gekozen. Ja, je kan zorgen. Je kan je kunt ze opsluiten en opgeven. Dat zou wel eens zijn, denk ik. Dat is wat die groepsleidster in haar wanhoop zegt. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk. Ik heb met dit probleem ook gepraat met groepsleiders. De eerste groepsleider die ik tegenkwam, dat was een oude rot. En ik dacht van, nou, die zit er lang in. Ik ga dus even aan hem vragen. Er zijn hier 12 jongens. Hè? Hoeveel denkt u nou dat uiteindelijk goed terechtkomen? Toen moest hij nadenken. Dat nadenken duurde verbijsterend lang. En toen zei hij opeens, ja, goed terechtkomen, ja, ja. Laten we zeggen terechtkomen. Nou, 1 of 2. En uiteindelijk is er dan waarschijnlijk één. En dan zijn er ook toevalsfactoren. Als je een bepaalde junk hebt. Dat contrasteert met jouw stelling van zo even. Dat het duurt tot 22, daarna komt er een nicht. Ja, nee, maar kijk, dat, en dan komt het goed maar het verschil is dat bij Marokkanen, daar heb je het probleem van die onzichtbare ouders. Dat is een zeer duidelijke sociologische factor. Die zal verdwijnen ook in de loop der tijd. Omdat die jongens, als ze zelf vader worden, dat spreken ze Nederlands, dan zijn ze wel gaan rekenen. Maar dat ze daar met een grote mond bij de onderwijs komen. En dus maar ik heb het over de algemene groep waar die factor geen rol speelt. Je voert ook een groepsleider op, ja. Die groot gezag heeft. Ja. En naar wie geluisterd wordt. Ja. En die de boel onder controle heeft. Klopt. En die zorgt voor de Turk. Ja. Die zorgt voor een bedding waarin het dagelijks leven zich op een stabiele manier voltrekt. Ja. Is dat een voorbeeld dat je stelt? Of ja. Rijk je dat aan als een soort van oplossing? Nou, het is geen oplossing. Het was gewoon iemand die ik daar ontmoette. Die persoon is heel direct naar het leven getekend. En dat was een Turkse groepsleider die zeer gerespecteerd werd omdat hij karatekampioen was. Ook door de Marokkanen en de Antillianen. Ja. En zoals het beschreven staat, zo nu en dan, hij werd wel uitgedaagd soms. En nu en dan, als hij er genoeg van had, eens in de 2 jaar of zo, dan ging hij wel met die jongens stoeien en dan was het meteen afgelopen. En die man had, wat ik bij die man ontzettend goed vond, dat is dat hij heel veel gevoel voor die jongens had. En dat hij combineerde dus die gevechtskennis, dat gezag van een vechtsporter,
met een hele duidelijke visie op waar het probleem lag. Hij legde mij ook uit, dat staat ook in het boek, van ja, die Marokkaanse families die hebben heel weinig contact met elkaar. En bij ons is het eerder zo, bij ons Turken, dat daar, als daar op een zeker moment in een straat een jongen is, hè, die, omdat zijn vader niet is en zijn moeder ziek is of wat dan ook, die duidelijk aan het afglijden is, niet meer naar school gaat, dan komen wij met een aantal ouders bij elkaar, met die jongeren bij, dan gaan we erover praten. En dan wordt er duidelijk gesteld, ja, dat kan zo niet. En dat is natuurlijk, daar zie je ook, daardoor komt het dat je weinig Turken in zo'n inrichting ziet. Heel weinig. Hoe moeten we het wel doen in Nederland? Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, we moeten die inrichtingen blijven houden. Want we moeten de mogelijkheid scheppen om die jongens die niet een opleiding zullen volgen, om die in een situatie te brengen waar ze dat wel moeten. Ja, dat hebben ze wel tenminste. En dat vind ik ook, daar wordt heel veel nadruk in Lelystad ook, meteen als er iemand binnenkomt, een loopbaantraject. En ik heb de indruk dat dat ook, die jongens namelijk hebben ook hun trots. Hè? Ik ben erbij geweest dat de fitnessdiploma's werden uitgereikt. Die jongens dolgelukkig echt. En dan zijn het echt kinderen. En dat moet blijven bestaan. Maar ja, je ontdekt ook, en zo zijn er meer problemen, dat er problemen zijn die, in sommige gevallen is het gewoon niet een probleem. Kijk, het feit dat je, als ik daar op zich bij zo'n groep was en er werd mij iets verteld over de achtergrond, door die groepsleider, over de achtergrond van de jongens die daar zaten en de zware gevallen, dus mensen met jeugd-TBS, daar was allemaal geweld heel gewoon. En als je dus elke dag, of bijna elke dag, elke week, ziet dat je moeder in elkaar geslagen wordt door je vader, dat je broertje in elkaar wordt geslagen door je vader, dat je dan een mentaliteit krijgt, dan wil ik nog niet eens praten over dat geweten enzovoort enzovoort, maar dat je dan een mentaliteit krijgt van dat je zo gauw een spannende situatie, een stress situatie is, dat je erop slaat. Ja, laten we wel weten. En natuurlijk is het niet te tolereren door de maatschappij. Maar toch neem je het voor ze op? Ik neem het niet voor ze op. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Dus compassie? Compassie wel. Compassie wel. Ik wil alleen dat mensen, ik wil niet meer dan dat mensen die het boek gelezen hebben denken, ja, het zit toch een beetje ingewikkelder dan we altijd gedacht hebben. En het is niet zo makkelijk dat die Rauwvoet of Al-Bayrak of wie dan ook zomaar met een oplossing kan komen. En dat is het dan. Nee, het zal in ieder geval heel vaak maatwerk moeten zijn. Hè? Maar ja, er zijn gevallen waarvan je denkt, ja, en dat weet, ik weet niet. Dat, waarvan je denkt, ja? Nou, waarvan je denkt, ja, dit is... Redloos. Nou ja, dat heeft Wouter Bos, die is één keertje zo naar een consultatiebureau geweest, waar moeders dus met heel jonge kinderen komen. En toen was hij verbijsterd, en omdat daar een van de doktoren of een van de verpleegsters zei, ja, soms zien wij gevallen van, dan zie je het al fout gaan. Ja, baby, hè? Dan al. Als je dan ziet hoe het met die moeder is, die natuurlijk dan borderline is, die verslaafd is of aan God weet wat, die depressief is. Hè? Ja, die mensen die hebben vele waarden, die zien dat al. En ja, dan kan ik niet anders dan compassie hebben, want niemand kiest ervoor om zo'n leven te hebben. En maar hey, er is geen keuze. Dat is mijn standpunt.